Welkom bij een nieuwe video met vandaag goodies en met name eigen gemaakte goodies. En dat allemaal in het tekenen van de beginnerscursus Wat is sneeuwmeel? Kom kijken. Mijn naam is Belinda en dit is het knutselkanaal Creablon. En vandaag, zoals ik net al zei, gaan we verder met de beginnerscursus. Wat is sneeuwmeel? En tijdens de eerste opdracht, het maken van een backflip, merkte ik dat ik heel veel vragen kreeg over, ja, maar wat doe je erin? Wat doe je in een sneeuwmeel? Wat kun je zelf maken? En toen dachten Patricia en ik, voordat Patricia het volgende deel gaat maken, wat gaat over een flipboek, is het niet handig om eens een keer even wat uit te leggen over verschillende soorten goodies. Dus wat je er dus in kunt stoppen. En vandaar deze video. En ik heb het al in mijn hand de hele tijd. Deze video gaat een beetje op het thema Halloween, herfst. En voor met name het volgende deel, wat Patricia gaat doen op haar YouTube-kanaal. Dus ik zet even weer de link van haar YouTube-kanaal ook erin. Misschien is het al handig om even te abonneren bij haar. Zodat je in ieder geval een melding krijgt als er een nieuwe video komt. En hey, als je dan toch bezig bent, abonneer je ook even op mijn kanaal. En op het knopje bovenin dat je een melding krijgt. En dat is het knopje met het klokje, om het zo te zeggen. Met de wekker. Nou, wat ik hier vast heb is dus een zakje. En in dit zakje zitten allemaal, ik zal het even eruit halen. Allemaal plaatjes van Halloween. Wat je zelf nog kunt gebruiken. En dit zijn eigenlijk een soort die-cuts. Deze heb ik uit een tijdschrift gehaald. Dus aan de achterkant zit wel wat bedrukt. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. En deze plaatjes kun je dus zelf weer gebruiken. En wat heb ik gedaan? Ik heb ze dus in een zakje gedaan. Even alles bij elkaar zoeken. Woep. En dat zakje heb ik dus ook nog versierd. Want dat is natuurlijk het leuke wel. Nou, over versierde zakjes met plaatjes kom ik straks terug. Want dit is een van de dingen wat we kunnen gaan maken straks. Als voorbeeld. Een ander voorbeeld is het maken van bijvoorbeeld een vaccinelichtje. En dan heb ik het niet over dat je een vaccinelichtje zelf gaat maken. Dus met kaarsvet en zo. Allemaal heel veel werk en troep. Maar ja, als je het wel wil maken, hartstikke leuk natuurlijk. Maar het gaat erom dat je dus een gewoon vaccinelichtje neemt. En het is gewoon een aluminium cupje. En aan de zijkant kun je dan heel leuk washi-tape doen. En kijk eens wat een leuk resultaat dit heeft gegeven. En dit is een beetje een kersterige, maar het kan ook nog wel voor de herfst. Ik moet het even goed zeggen. Nou, in ieder geval, dit is dus tip 2. Om maar zo te zeggen dat je dus een leuk washi-tapeje neemt. En dat je die, ik probeer even het begin erbij te pakken. Als dat lukt. Nee, dat lukt niet. Maar in ieder geval, je kan het er zo omheen doen. Is het iets te breed, dan knip je hem hier weer even af. Of snij je het even af. Maar dit geeft een ontzettend leuk resultaat voor bij je thema. Het volgende wat je zou kunnen doen is knijpers bewerken. En je kan daarbij gewoon blanke knijpers nemen en daar kun je wat op doen. Nou zijn er heel veel verschillende op AliExpress, maar ook in alle winkels bij de Action of wat dan ook. Allemaal leuke houten figuurtjes te koop. Nou, deze is bijvoorbeeld een meisje met een heel leuk herfstig jurkje aan. Ik heb een egeltje erop geplakt. Maar wat je ook zou kunnen doen,
is dat je eerst washi-tape erop doet op de knijper. Dat heb ik bij deze gedaan. En dat je dan een houten figuurtje erop doet. Dan is het natuurlijk helemaal af. Dit is dan een best grote knijper. En dit was een knoopje. Of even kijken, voor een sieraad. Nou ja, een houten bedeltje of hoe je het ook noemt. Maar in ieder geval, dit is wat ik erop heb gemaakt. En zo zou je dus knijpers kunnen versieren. Wat je ook nog zou kunnen doen, is hierbovenop bijvoorbeeld een leuk stansje. Ik zal even bijvoorbeeld de uil pakken. Even wachten. Knisper de knisper. Een uil, die zou je ook nog bijvoorbeeld bovenop een knijpje kunnen doen. Dus een leuk stansje is ook altijd een leuke, nou, leuk idee. Nou, dit is dus tip 3. Even kijken. De volgende tip. Ja, ik heb het allemaal naast me neergezet. Want anders weet ik natuurlijk niet meer wat ik al heb besproken. De volgende tip is een setje maken van eigen gemaakte enveloppen. En dan in het thema wat je dus hebt afgesproken. En dat kan zijn papier van bijvoorbeeld, dit is van een Daphne Diary gemaakt. De voorkant daarvan. Kijk maar, want hier staat nog Daphne. En dan komt Diary. Hartstikke mooi. Met het meisje op de schommel. Dit is een wat dunner papiertje. Moet je maar van mij aannemen. En dat komt uit een flow. Nou heeft diegene wel heel erg nog de lijntjes erop laten zitten. Maar hey, ik vind dat het wel een heel leuk effect geeft. En dit is met een zwaan. En ja, deze vind ik natuurlijk helemaal geweldig. Want dit is een met Frida Kahlo. En dat is dus ook een pagina ergens uit. En wat ik ook leuk vind, is dat aan de zijkant hier zit washi tape om hem dicht te maken. Dat zou je dan ook kunnen doen. Wat ook kan, want bij de Action heb je heel veel vellum te koop. En je weet dat ik inmiddels heel veel video's heb gemaakt over vellum. En dit is dus ook een vellumpapiertje. En daar heeft diegene dus een envelop van gemaakt. Dit heb ik dus allemaal niet zelf gedaan. Dit is wat ik met post, met sneeuwmail of met swaps een keer heb gekregen. Nou, en dit is dus ook een envelop. Hartstikke mooi. Ja, ik vind dit heel mooi. Omdat het wat doorzichtig is. En het is ook nog heel stevig. Ik vind dit echt een hele mooie envelop. En weet je wat ik dan altijd heb? Dat ik dan moeite heb om het te gaan gebruiken. Dus dat bewaar ik dan. Ja, dat is lastig. Ik weet het. Nou, in ieder geval dit dus. Wat ik wel als tip wil geven is dat als je iets zelf gemaakt maakt, dat je dan een leuk setje maakt. Bijvoorbeeld eigen gemaakte enveloppen, dat je er dan 5 maakt. Hè? Met een mooi koordje eromheen of een stukje papier als een soort lintje eromheen. Of als, hoe zeg je dat, als bandje eromheen. Nou, in ieder geval dat je een mooi setje ervan maakt. Dat vind ik wel een belangrijke tip. Wat je ook nog kan doen, en dat is met het thema Halloween, wat ik zelf heb gemaakt, is enveloppen en dan bestempelen. Dit is een Halloween envelop wat ik de afgelopen tijd heb verstuurd. Je kan hier dan wel de postzegel opplakken, maar verder is dit heerlijk al in Halloween stijl. Je hoeft dan zelf niet meer zoveel te doen om het op de post te sturen. Alleen maar even het adres opschrijven en hij is al leuk versierd. Dus ook met stempels kun je natuurlijk een envelop leuk versieren. Nou, even kijken waar het hoesje is. Dat is hier. Ik doe ze er even weer in. Anders wordt het hier helemaal zo'n grote puinhoop. We hadden het al even over stempels. En wat ik wel heel erg leuk vind, maar daar zijn de meningen over verdeeld, zijn stempelafdrukken. Ik heb deze dus gekregen. En dit is in een bijzonder jaar. Nee, wat? In een jaar zitten altijd bijzondere momenten. En daar is dit er één van. Vind ik een hele leuke quote. Dus je kan bijvoorbeeld een stempel met quotes doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld een figuur stempelen waarbij het figuurtje dat je dat uitknipt als een soort die-cut. En dat diegene dat kan zelf kan inkleuren.
Stuur dan een aantal stempelafdrukjes mee. Bijvoorbeeld heb je van de kabouter. Stuur dan een stuk of 5 kabouters mee. He, dat het niet één stempelafdrukje is, maar dat het weer een setje is. Dat is eventjes mijn tip over stempelafdrukjes. De meningen zijn dus verdeeld. Mensen vinden het soms ook moeilijk om stempelafdrukjes te gebruiken in sneeuwmails. Ik vind het wel heel erg leuk om op een kaart te doen of op een sneeuwmail. Ik gebruik het ook wel vaak om ze dan in te kleuren en dan doe ik foamtape erachter. Het is maar net wat, ja, wat je zelf prettig vindt om te gebruiken. Ik wil nog 3 tips laten zien voordat we zelf het gaan maken. En de eerste tip is dan, of de eerste, het is ondertussen de 6e tip of zo, is een shaker. En een shaker is ontzettend leuk om te geven. En nou, dit is een shaker die ik heb gekregen. Deze laat ik dus even zien, want ik kon geen shaker direct vinden in het thema herfst of Halloween. Maar goed, deze is ook natuurlijk hartstikke leuk voor Halloween. Want Halloween heeft ook te maken met snoep. Je ziet hier zitten hele kleine balletjes in. Maar je kan daar ook kleine sequins in doen. En ik zal even een zakje openen. Nou, dit is dus het Halloween thema. En dan heb je leuk de kat. Leuk spinnenweb. Een spin. En ja, ik hou helemaal niet van spinnen. Zelfs al het figuurtje op mijn hand, krijg ik gewoon al kippenvel. Zo erg ben ik daar bang van. Maar goed, leuke pailletjes, sterretjes. Het is allemaal mogelijk bij Halloween. Even kijken, waar is het zakje? Dus dat kun je gebruiken. Ik laat even verschillende leuke spulletjes zien wat je erin... Je kan kraaltjes ervoor gebruiken. Nou, dit is bijvoorbeeld één met kleine bijtjes. Hé, zie. Ik heb nog spin aan mijn hand. Dit zijn kleine bijtjes. Ik hoop dat het goed te zien is. Met hele kleine pailletjes erbij. Ook hartstikke leuk om te gebruiken voor een schutkaart. Een shaker. Hè? Dus dat is leuk. En deze, nou, die is zo klein. Die laat ik even in het zakje zien. Het zijn sprinkels. Een soort sprinkels. Hè? Ik zit er helemaal onder nu. Een soort sprinkels, ook met pailletjes. En daar zitten dan regenboogjes bij in. Nou, deze heb ik dus om te gebruiken voor een shaker. En wil je echt ook een shakerkaartje maken of wat dan ook, dan zal ik hieronder even in de beschrijving nog even hoe ik een heel makkelijk een shakerkaart heb gemaakt. Of een voorwerp wat je kunt maken voor een shaker. En het is natuurlijk leuk. Om dan het thema in gedachten te houden. Dat je dus zoekt naar een snijmalletje of een afbeelding wat je kan gebruiken voor het thema. Bijvoorbeeld dit thema heeft Halloween en herfst. Dus dan zou ik bijvoorbeeld een paddenstoel als shaker nemen. En dan zou ik in de hoed van de paddenstoel zou ik leuke bijvoorbeeld sequins of wat anders. Of leuke kraaltjes. Rood met witte kraaltjes doen. Dat is ook natuurlijk hartstikke leuk om te gebruiken. Nou, dat is wat ik daarvan wilde laten zien. Ik doe het even weer in het zakje. Wat altijd leuk is om bij een sneeuwmeel te doen, zijn stukjes washi tape. En je kan washi tape om een speelkaart bijvoorbeeld doen. Je hebt bij de kringloop heel vaak kwartetten of speelkaarten voor 25 cent voor een hele set. En deze zijn namelijk al geplastificeerd. En waarom zeg ik dat? Je hebt eigenlijk wel wat nodig wat geplastificeerd is. Wat een rot woord. Want dan blijft de washi tape er niet op zitten. Sorry, ik moest even nadenken waarom ook alweer. Maar dan plakt de washi tape niet aan de ondergrond. Wat je ook hebt, zijn van dit soort doorzichtige kaarten eigenlijk. Of ja, hoe noem je dit eigenlijk? Nou, tags.
En deze staat bijvoorbeeld bij Monika op de verkoopsite van Sneeuwmeelspullenverkoop. Die ook van Patricia Meij is. Die staat ook hieronder in de beschrijving gelinkt. En Monika verkoopt daar samples van alle gnomes die te maken hebben met dit seizoen. Bijvoorbeeld de Halloween. Oh nee, dit is de winter. Dit is met een pompoen. Dit zijn ook pompoenetjes. Dit zijn met hele grappige mutsjes. Dit is met Halloween. Ik hoop dat het te zien is. Dit is met een poes en Halloween. Dit is dan meer kersterig. En dit is allemaal grappige sneeuwmutsen. Dus eigenlijk voor dit hele seizoen heb je dan ontzettende leuke washi-tape om te gebruiken. Ik vind washi-tape bij het thema. Dus is het thema herfst, zou ik washi-tape doen met paddenstoelen, om maar iets te noemen. Of met kabouters erop. Bijvoorbeeld, ik heb deze tape. Bijvoorbeeld met kaboutertjes erop. Nou, zo kun je verschillende doen. Bij Halloween kun je natuurlijk een spooky, boe. Het woord boe staat ook wel eens op washi tape. Maar ook met skeletten, met spinnetjes. Nou, neem het. Alles kan eigenlijk. Maar goed, om even het voorbeeld te geven voor het thema. Dit is echt een aanrader, vind ik zelf. Makkelijk te maken en altijd leuk om in een sneeuwmeel te doen. Nou, de laatste wat ik wil laten zien zijn mini-envelopjes. Mini-envelopjes en je hebt ze in allerlei soorten en maten. Ik laat het straks zien. Ik zal het laten zien op grootte. Dit is echt een mini envelopje. Er zit nog een heel klein kaartje bij. Nou, als je mijn hand ziet, dan zie je al hoe groot de envelop is. Die is niet groot. Ik vind dit super schattig. En ik zou dus dan een setje van bijvoorbeeld 5 zou ik erbij doen. En dan leuk verpakken. En dan heb je een ontzettende leuke goodie. Of je doet er een leuk bandje omheen. Hè? Een bakkenstoutje. Moet je kijken wat je dan een leuk setje hebt. Deze. Dit is een envelopje. Ik noem dit ook een envelopje of een mapje. En die heeft aan de bovenkant een inkeping. Je zou hier bijvoorbeeld een ticket in kunnen doen of wat anders. Je zou dat zelf ook kunnen maken en er dan weer uit laten komen. Maar goed, dat is dus een andere vorm. Je kan envelopjes maken met behang, zoals deze. Dit is Pip Staal behang. Pip Studio, wat is het? Pip Staal. Nou, in ieder geval Pip. Hartstikke leuk. Ik ben helemaal gek van Chinese Rose, dat is deze. Heb ik dus een keer een behangrol van weten te scoren voor weinig. En ja, daar heb ik dus envelopjes van gemaakt toen. Dit zijn eigenlijk de laatste. Nou, deze dus. Maar je kan ook bijvoorbeeld origami papier nemen. Dat is wat dunner. En dat heeft al een vierkantje waar je heel makkelijk een mini envelopje van kunt maken. Of kan vouwen. En dat heeft dan een hele goede afmeting om deze leuke envelopjes mee te maken. Dit is een Beatrice Potter. Hè, dus met broer Konijn. En deze heb ik daarvan toegemaakt. Maar ja, het is een beetje een zachte papiertje, een dun papiertje. Wat ook leuk is om een envelop te maken waarbij dan de flap een mooie knip of mooie vorm heeft. Zoals deze, ik hou mijn hand er even achter, want anders is het wit op wit. Nou ja, wit, Berlin. Het is meer crème, het is meer vlekkerig. Nou, goed. Einde onderwerp. Maar deze zou dus ook, is ook leuk met een vorm. Hè, kun je zo dicht doen. Heel erg leuk gedaan. Dit vind ik ook een aanrader. Nou, ik wilde samen 3 verschillende onderwerpen gaan doen. En dat is een mini-envelopje maken. Een zakje met spulletjes daarin. En de washi-tape samples. En dan zou je zeggen, ja Belinda, is toch vrij makkelijk om te maken.
We gaan ervan uit dat je een beginner bent en dat dit soort dingen ook voor jou nieuw is. En daarom dacht ik, ik ga het even laten zien. Ik heb wat papier uitgezocht, wat ik vind wat leuk is bij bijvoorbeeld de herfst. Daarbij heb ik een vellum gepakt, dat is dus van dat melkpapier. En ik heb een bijpassend mooi papiertje. Deze heb ik gekocht bij Marjaco Shop op Facebook. Al een hele poos terug. Maar Marjaco Shop heeft altijd van dit soort mooie papiertjes. En ze verkopen ze ook per stuk. Dat vind ik leuk, want dan kun je wat wisselen in het assortiment. Ik zal ook een link van Marjaco even hierin zetten. Joh, ik moet het allemaal maar gaan onthouden. Wat handig is om even een malletje te hebben van een mini-envelop. Oh, ik hou hem op de kop. Zo hoort hij. Zo is hij. Ik maak hem altijd van stevig papier. Want dat is fijn werken. En ik zal nog even controleren. Maar bij de bestanden op de Facebookgroep Sneeuwmeel Inspiratie NL. Van Patricia en mij. Staat dus bij de bestanden een voorbeeld. Waarbij je een mini-envelop. Als je dat voorbeeld even uitprint, heb je een patroontje van een mini-envelop, een labeltje, van alles staat er. Maar daar hebben we een schabloontje van gemaakt. Dus bij deze de tip om even lid te worden van Sneeuwmeel Inspiratie NL. En dan kun je dus, kun je dus dat even printen. Ik pak even een pennetje. En ik zorg dat ik dit even hou. Ik moet wel even goed kijken wat ik doe. Dat je dus eventjes hiervan even het patroontje over. En dan kun je ze allemaal mooi uitknippen. En wat ik natuurlijk altijd doe, is dat ik het pennenstreepje, dat ik aan de binnenkant van het pennenstreepje knip. Waarom? Nou, ik vind het niet mooi om het pennenstreepje te zien op je envelopje. Maar dat is, wat je zelf... Maar dat zijn allemaal van die afwerkdingetjes. Wat wel goed is om even te onthouden. Wat toch mooi staat dan, dat er geen pennenstreepje te zien is. Nou, zoals je ziet is dit dan hoe ik hem uitknip. Nou, bij deze is die uitgeknipt. Ik heb hier nog een heel mooi. Hij is anders te breed. Oh, dan moet ik hier nog even kijken, want zo klopt hij niet. Blin. Daarom is het goed dat je altijd het voorbeeldje even erbij houdt. Want wat ziet mijn verbazing? Ik moest hier nog een klein stukje uitknippen. Nou, mijn ervaring is dat ik dat al zo kan doen. Wat ik dan doe, maar dat moet je allemaal zelf weten. Maar ik geef de tips in deze video, dus ik doe het even op mijn eigen manier. Is dat ik dan weer het malletje er even op leg. Hoe die hoort, want dat vind ik dan wel prettig. En dat ik daarbij dan even goed. Dan heb je geen scoringsbord nodig of wat dan ook. Maar dat ik dan op die manier even de envelop dichtvouw. Dat je op die manier dus eventjes de envelop hebt. Hoe die is. Van origineel, van oorsprong. Nou, en dan haal je het voorbeeld eruit. En dan heb je een ontzettende leuke envelop. En dan is het de bedoeling, kijk, je ziet hier nog een beetje de randjes van de pen. Dat knip ik dan eventjes af. En dan kun je hem even de zijkanten hier, doe je dan even een beetje lijm. En ik doe daarbij plaksel. Ik zal even voor de zekerheid de randjes, waar zag ik nog meer, even weer dichtvouwen. Ik dacht aan deze kant. Ja, hier staat nog een heel klein streepje. Vind ik dus niet zo mooi. Zo is die mooi. Nou, dus dan is die zo dichtgevouwen. Ik vouw hem even goed. Dat hij goed zit. En het is wat jij wil. Wil je deze flap er overheen? Vind ik wel zo mooi. Dan is het handig om aan deze kant even de lijm te doen.
Wat ik doe is, ik pak even een dubbelzijdig tapeje. En die plak ik dan hierop. En dat is ook het minst te zien op bijvoorbeeld vellen. En dan heb je voor jezelf dus een ontzettend leuk mini envelopje gemaakt. Moet je kijken, wat een leuke. Nou dacht ik, misschien is het ook wel leuk om dan op de mini envelop even een leuke paddenstoel aan de voorkant te doen. He, dat je hier even wat opplakt, dat je hem nog even versiert. Zo. Ik vind hem zo hartstikke leuk en hij kan heel leuk voor de herfst, dacht ik. Nou, zo kun je dus mini-envelopjes maken. Dat is dus tip 1. En je snapt natuurlijk dat we ook bij deze video een leuke opdracht hebben bedacht. En dat is namelijk dat je 3 eigen gemaakte items gaat maken, wat je naar je maatje toe verstuurt. Vind je het leuk om met die activiteit mee te doen? Dan kun je dus lid worden van Sneeuwme Inspiratie NL. En dan kun je even de beginnerscursus opzoeken. En dan is het wel zaak dat je dat de komende dagen doet. Want we hebben altijd wel een redelijk korte inschrijfperiode. En nou, dat is op zich handig om daarbij te doen. Ondertussen pak ik eventjes het volgende. Want het volgende en wat we gaan maken is versierde inpakzakjes met goodies. Hè? Dus met leuke plaatjes of stansjes. Het volgende wat ik laat zien is het maken van een gezellig zakje. Wat je zo in je backflip kan stoppen. En nou, laten we eventjes kijken wat ik daarbij voor gedachten had. Dat is dat je daarin kan doen. Wacht even hoor. Allemaal stansjes. Nou, ik heb hier een aantal met leuke blaadjes. Hè, die je kan doen. Ik vond het uiltje heel leuk. Nou, dat kun je er dus in doen. Wat je kan doen is dat je wat je hebt uitgeknipt. Dit is volgens van een boek van The Action. En dat is een paperblok, dus een papierblok van 30 bij 30. Daar zaten deze kaartjes in. Dus dat zou je kunnen doen. Hè, dat je dat erbij in doet. Het is ook maar net hoeveel je erin wil doen. Kijk, als het over herfst gaat, moet er natuurlijk een kabouter bij in. Maar ja, dat is ook maar net. Of dit is bijvoorbeeld van de serie Rien Poortvliet met kabouters. Ik laat gewoon even zien wat je erin kunt doen. Een leuke vorm. Wat ook een beetje in de herfstkleuren is. Nou, dat kun je er allemaal in doen. Wat ik altijd doe is dat het zakje de opening aan de onderkant heeft. Dat maakt het wat makkelijker om de spullen erin en uit te doen. En dan doe je lekker alle spulletjes wat je wil geven. Doe je er gezellig in. Nou, ik doe wat washi-tape. Of wat heb ik toch met washi-tape vandaag? Wat stansjes erbij in. Natuurlijk gaat de uil erbij in. Want die vind ik wel heel leuk. Die doe ik ook even vooraan. Zo. Ik heb hier nog een paddenstoel. Een paddenstoel. Die moet er maar in. En nog wat blaadjes. Zo. Nou, laat ik dit even. Leg ik dat hier neer. Zo. Dan aan de bovenkant, wat doe je? Ik denk dat het leuk is om daarbij het thema weer vast te houden. En ik vond deze vosjes wel leuk. Ik heb een fantasieschaar, kartelschaar. Nou, wat ik de vorige keer al zei, de tip is, kijk even bij de kringloop. Want die hebben heel vaak zulke scharen te koop. En let er dan even op dat het een ijzeren blad heeft. Nou, als je hem zo houdt, dan kun je er overheen schuiven. Je maakt hem even vast. En ik doe hem dan echt aan de bovenkant vastmaken, zodat je niet de plaatjes vast hebt. En wat dan leuk is, dat je daar dus nog dan wat op versiert. Nou, je zou bijvoorbeeld deze uil er nog op kunnen doen. Maar wat ook leuk is, ik pak eventjes uit
is dat je eerst een blaadje eronder doet. Moet je kijken wat leuk. Dit zijn herfstblaadjes. Wat bij de Action te koop was. En dat zakje was nou 79 cent volgens mij. Of misschien zelfs minder. En ik vind het heel leuk om dat te gebruiken. En wat je ook zou kunnen doen is dus de wassietape. Oh, er gaat hier wat af. Heb ik het nou weer over de wassietape? Nou, echt waar. Hoe zit dat in mijn hoofd? Heel raar. De stansjes die je erin doet, dat je die gaat gebruiken. Dat je denkt, hé, ik ga hier wat leuks op doen. Hier aan de zijkant is bijvoorbeeld leuk. Hè, dat, ja, ik vind dat wel een leuk effect. Dat je zoiets erop maakt. En dat je dan bijvoorbeeld een leuk stickertje doet. Ik zie deze nog. Deze vind ik leuk. Wat ik zelf wel gezellig vind is bijvoorbeeld dit. Dit is een houten paddenstoel. Nou, als je dat zo op elkaar vastmaakt met die twee takjes, vind ik dat jij een heel leuk zakje hebt. Dus dit is wat ik even wilde laten zien aan een zakje. Ik zal dit er nog even oplijmen, want ik wil altijd het eindresultaat even laten zien. Even een klein flieteltje. Wat? Hoe noem je dat? Een flieteltje. Zo. En misschien is het wel leuk. Ik had net van die stickertjes, hè? Van die paddenstoel, washi-tape stickertjes. Om daar hier even in de hoek. Doe ik er twee. Zo. Dit. En dan maak ik deze hierop vast. Doe ik even een klein beetje lijm. En moet je kijken wat een leuk zakje dat dan is geworden om te geven. En ik denk dat als je zoiets krijgt, dat je hartstikke blij bent. Denk je ook niet? Het wordt wel iets langere video, het spijt me, maar ik wil het toch nog even laten zien. Leuk Halloween van die foliezakjes, kun je ook stickertjes natuurlijk in doen. Maar het is ook natuurlijk weer leuk om zelf dat te maken. En even kijken waar mijn schaar is. Ik knip dus een aantal van deze leuke sluitstickers af. 2, 3 hiervan. En dan weet je wat, ik ga dat eerst even bij elkaar zoeken. Inmiddels ben ik een stukje verder, want ik dacht, nou dit hebben we wel gezien. Ik heb hier allemaal stickertjes in gedaan van Halloween. Ik heb er dus, wat ik net al liet zien, een papiertje omheen gedaan, wat ik heb geniet. En wat dan leuk is, dat je bijvoorbeeld een ander papiertje neemt, kun je de niet-gaatjes even verdoezelen. Maar je kan dat ook met een washi-tapeje doen, wat je zelf wil. Ik doe het dit keer dus met een gezellig papiertje. Dit is van de Echo Park Halloween lijn. Happy Halloween. En van Happy Halloween heb je ook het rare mannetje. En dan kun je hier Happy Halloween op doen. Want ik wilde het even laten zien wat je dan ook met Halloween zou kunnen doen. Nou, wat ook leuk is deze enorme pompoen. En dan doe ik hem aan de bovenkant alleen even vast. He, dat hij op de topper zit. Zo. Want dan kun je er nog een poppetje bijvoorbeeld voor zetten. Of het spinnenweb erachter is misschien wel leuk zo. He, dat het er een beetje uitschiet. Dus eigenlijk zo te zien wat ik aan het doen ben. Dat is altijd wel fijn namelijk. Zo, die heb ik al vastgezet. En dan zetten we hier nog even het poppetje neer. Dan moet je kijken wat een leuk Halloween zakje je hebt. We zijn nog steeds bezig met de leuke zakjes. Dus we hebben al mini envelopjes gemaakt. En dit is dus een leuk zakje. Dit keer met stickertjes. De ander was dus met plaatjes. En hoe zeg je dat? Stansjes in het thema herfst. En dit is dus in het thema Halloween. Het volgende is washi-tape samples. Wat is daarbij eigenlijk de bedoeling? Nou, de bedoeling is dat je in ieder geval 50 centimeter, ik doe altijd een metertje. En wat is 50 centimeter ongeveer? Dat is ongeveer dit. Ik doe het even door het hele camerabeeld heen.
Dat is ongeveer 50 centimeter. Nou, ik doe altijd wat extra. Want ik denk, als je het dan geeft, dan wil je ook graag dat de ander het kan gebruiken. Nou, dit haal ik er straks af, dus dat maakt niet uit. Dit is wat ik heb voor de herfst. Paddenstoelen in twee vormen. Plus leuke herfstboompjes. En de enorme leuke van Esther Benink. En dat is met dat is donkerblauw. En daar zit op, ik hoop dat, ja, zo kun je het wel zien, denk ik. Paddenstoel, denappel, eikels. En ze zijn allemaal in muziek. Dus iedereen heeft iets van de muziek. Het is een soort fanfare wat ze doen. Ik vind dit een prachtig tapeje. Ik koester deze ook. Dus ik vind het ook leuk om deze weg te geven als sample. Omdat het echt een tapeje is wat wat duurder is. En ik gebruik dat niet om even een envelopje dicht te plakken of wat dan ook. Dit is een wat duurder tapeje. En dan vind ik het ook leuk om weg te geven. Omdat het een beetje speciaal is. Wat heb je nodig voor het maken van een kaart voor de washi tape sample? Je kan een speelkaart dus gebruiken. Maar als je zegt, ja jeetje, ik heb helemaal geen speelkaart. Wat je dan even kunt doen, is even een papiertje pakken. En ik gebruik hiervoor mijn enorm gekoesterde stippenpapier. Dat ik dat doe. Nou zeg. Dan vind ik het wel heel leuk om dit te maken voor jullie, want... Ik ben gek op mijn stippenpapier. Kijk, nou deze heb ik dan zo. En wat je zou kunnen doen is, je pakt even een breed stukje plakband. En je plakt dat er overheen. Nou, maakt niet uit als er eventjes een klein kiertje in zit. Een kleine, hoe zeg je dat? Een vouw. Hebbelin. Gaat lekker, hè? Vandaag. Eerst alles washi-tapes noemen. En als je bezig bent met de washi-tape, dan weet je niet meer hoe je het moet noemen allemaal. Nou, ik knip het even af op de breedte van de tape. Zo, dat het ook een net velletje wordt. Achterkant doe ik dan ook even. Ik heb het even getaped. Ik denk dat hoef je toch allemaal niet te zien. Wat ik leuk vind om daar weer zo'n gezellig randje aan te doen. Je kan daar natuurlijk een andere schaaf voor gebruiken. Ik kan me voorstellen dat je met Halloween dat het leuk is om een kartelschaar te gebruiken of wat dan ook. Nou, en wat je dan doet is, ik pak even de boompjes. Oh nee, ik had deze al van de, hoe heet dat, van de paddenstoelen. Ik pak daar even een flink eind uit. Ik doe even het begin netjes. Nou, dan wikkel je dat er even om. En dan heb je straks dus, daar wikkel je dus verschillende om. Ondertussen zie ik, het is wel leuk, ik zie buiten kindjes die in de mini-biep kijken. Die kijken dan of ik thuis ben, want ze willen eigenlijk het liefst even aanbellen. Om nog wat te vragen over de boekjes. Maar ik heb tegenwoordig ook een hele leuke raamfolie erop gedaan. Zodat ik zelf ook even kan beslissen van, hey, wanneer doe ik de deur open als ik thuis ben? En wanneer, ja, als ik bezig ben met een video bijvoorbeeld, kunnen ze wel aanbellen. Maar dan doe ik even nog niet open, want ja, dan ben ik even met iets anders bezig. Ik kan niet 24 uur per dag bezig zijn ermee. Nou, ondertussen heb ik dus klaar. En je had dit gedeelte ook door kunnen spoelen, hoor. Dat lijkt me ook heel verstandig om te doen. Maar goed, zo kun je dus allemaal leuke washi-tapejes erop doen. En dan heb je dus ontzettend leuk iets om weg te geven. Wat je kan doen is dat je hier een gaatje in maakt. En dan kun je hem met een touwtje bijvoorbeeld ophangen aan je sneeuwmeel, waardoor die vast zit. Wat ik allemaal heb gemaakt, ik zal deze nog even afmaken trouwens.
Maar wat ik allemaal heb gemaakt, ga ik natuurlijk aan iemand weggeven die mij Blommiepost heeft gestuurd. Maar nou, als je mee wil doen met... Oh, deze die werkt niet zo goed. Oh, dan ga ik die ook niet weggeven. Want dat vind ik een hele irritante dan. Wil je meedoen met deze activiteit? Omdat je het leuk vindt om wat weg te geven aan elkaar. En om weer wat terug te krijgen. Dan kun je dus lid worden van Sneeuwmeel Inspiratie NL. En het is de bedoeling dat je dus 3 verschillende items maakt. Je mag zelf weten wat voor goodie items je maakt. En dat je die dus naar de ander toestuurt. En het thema is Halloween of herfst. Een van de twee. En het leuke is, als je dan die goodies maakt en je kiest bijvoorbeeld herfst, maak dan meteen die goodies voor de volgende activiteit. Namelijk het flipboek van Patricia. Want Patricia maakt het volgende deel. Het is dus slim om even te abonneren op haar kanaal, wat in de beschrijving staat. Ik val in herhaling, maar ik zeg het nog maar eventjes. En nou, dan kun je haar volgen bij de volgende activiteit. Ondertussen maak ik natuurlijk weer andere video's. Maar je ziet mij weer terug bij deel 4 van de beginnerscursus. Geen idee waar die over gaat. Maar in ieder geval, dan zie je mij weer terug. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Mijn excuus voor de rommelige versprekingen, de us en voor de lange video. Maar ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik wens je een fijne avond, een fijne dag, wanneer je dit ook kijkt. En voor de volgende keer, toedeloe!